Het klimaat is steeds sneller aan het veranderen. Overal op de wereld stijgt de temperatuur, met grote gevolgen. Gevolgen die we ook in Nederland merken en waar we iets aan willen doen. Hoe ontstaat klimaatverandering? Door de zon is er leven op aarde mogelijk. Ze brengt warmte en licht, waardoor planten volop kunnen groeien. In dit proces zijn broeikasgassen onmisbaar, met CO2 als een van de belangrijkste broeikasgassen. Ze zorgen ervoor dat de warmte van de zon op aarde wordt vastgehouden en niet terugkaatst naar de ruimte. Door de landbouw, industrie, het verkeer en energieopwekking komt er meer CO2 in de lucht. Door deze toename worden er ook meer zonnestralen gevangen, waardoor het steeds warmer wordt. Hoe meer broeikasgassen, hoe sneller de aarde opwarmt. En zo ontstaat klimaatverandering. Wie stoot in Nederland broeikasgassen uit? Meer dan de helft van de broeikasgassen in Nederland komt vrij bij de productie van goederen en het opwekken van energie. Het verkeer en vervoer van goederen is jaarlijks verantwoordelijk voor 1/5 van de CO2-uitstoot in Nederland. Gebouwen zijn ook een bron van CO2. Het verwarmen en verkoelen van panden kost veel energie, vooral als deze niet goed geïsoleerd zijn. De landbouw draagt ook bij aan het broeikaseffect. Onder andere omdat koeien